zeer scherp, zeer geestig. Heeft een soort lichte toon, maar altijd spot on. Ze is van huis uit economen, maar ze heeft een hele scherpe kijk op de samenleving. Allemaal redenen waarom uitgever Francine Schuursma graag wilde samenwerken met Sheila Sietalsing. Na een periode bij Elsevier werd Sietalsing chef economie bij de Volkskrant. Voor diezelfde krant is ze inmiddels al vele jaren vaste columnist op pagina 2. Duizenden krantenlezers beginnen hun dag met haar blik op de maatschappij. Ze schrijft over politici en over hun gedrag en over het beleid. Maar ze schrijft ook over het effect van dat beleid en op de bevolking en op gedrag van mensen. Dagboek van een krankzinnig jaar is het nieuwe boek van Sheila. In dit gesprek gaat het over de wereld waarin zij opgroeide, de wereld waarin we nu leven en wat Sheila hoopt voor de wereld van morgen. Welkom bij de Bezige Bij podcast. Ik heb net de hele serie IM gezien. Ja. Met Ramzi Nasser in een geweldige rol als Ischa Meijer. En die vroeg altijd als eerste vraag aan mensen. Wie is je vader? Wie is je moeder? Ja. Ik dacht, dat ga ik ook aan Sheila vragen. Ja. Wie is je vader? Wie is je moeder? Mijn vader is Arnold Sietalsing. En hij hij is inmiddels overleden, maar een Hindoestaan van Surinaamse afkomst, Suriname geboren, getogen. Hij is internist geworden in zijn latere leven en heeft in Nederland mijn moeder ontmoet. En mijn moeder was Thelma Brugman. In Indonesië geboren, maar uit Nederlandse ouders. En in Den Haag opgegroeid. En zij hebben elkaar ontmoet in de jaren 50 moet dat zijn geweest, eind jaren 50. Toen was mijn vader in Nederland om zijn studie af te ronden, zich te specialiseren als internist. En mijn moeder die werkte in het lab op het ziekenhuis. In Den Haag hebben ze elkaar ontmoet, in het ziekenhuis. En toen zijn ze verloofd, getrouwd, zoals dat toen ging, in de jaren 60. Je moeder was hier geboren of in Indonesië? Ze is in Indonesië geboren, maar uit koloniale Nederlandse ouders, zeg maar. Dus ja. Dus niet Indo. Ja. En jij bent in Suriname geboren. Waar precies? In Paramaribo, in het ziekenhuis in Paramaribo. Want mijn ouders zijn dus toen in de jaren 60, nadat ze getrouwd waren, hun eerste kind is nog hier geboren, is mijn oudere zus. En toen zijn ze naar Suriname vertrokken. Mijn vader ging daar werken. In het ziekenhuis? En onder meer. En hij had een praktijk. Dus hij heeft daar als arts gewerkt. Ja. En ik ben in 1968 daar geboren. En waar heb je toen gewoond? Wij woonden in Paramaribo. Ik kan me dat nog wel vaag herinneren. Ik was vrij klein toen we weer weggingen uit Suriname. Maar ik zie het nog wel zo voor me, want het is een laag huis. En mijn vader had het aan een praktijk gebouwd. In de middag hield hij daar praktijk, daar kwamen patiënten. En daartussen was een groot grasveld, dat was onze tuin. En daar speelde ik altijd. Dat beeld heb ik nog wel voor ogen. Ja, dan bouwden we hutjes en tafeltjes en dan maakten we soep van modder en zo. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. En hoe oud was je dan toen je wegging? We gingen in 1975 vertrokken we uit Suriname. Toen was ik dus 7 of net aan 7. En dat was vanwege de onafhankelijkheid. Suriname werd onafhankelijk in 1975. En dat was gepaard gegaan met heel veel onrust. Dat was in de aanloop daar naartoe. Niet iedereen was even overtuigd van die onafhankelijkheid. En er zijn ook rellen geweest en brandstichtingen. En er gingen heel veel mensen weg die dat niet zagen zitten. Heel veel gingen er naar Nederland. Dat had je in de jaren dat de Bijlmer zo volliep, was dat zeg maar eerste helft jaren 70. En wij gingen niet naar Nederland, want daar had mijn vader niet zo'n zin in. En wij zijn toen naar Curaçao vertrokken. Dus wij waren migranten op Curaçao. En ik heb dus daar een groot deel van mijn lagere school afgemaakt en mijn middelbare school. Want mijn ouders zijn er altijd blijven wonen. Mijn vader is altijd terug blijven verlangen naar Suriname, maar ze zijn nooit meer teruggegaan. Ze zijn toch altijd, ze was echt toch wel gevestigd op Curaçao. Met één been in Suriname. Dat was echt zo'n, we waren toch wel een soort migrantengezin in die zin. Dat je twee huizen hebt.
En ook dus niet over, nooit het verlangen naar Nederland sterk genoeg gehad. Nee, niet bij mijn vader. Ik heb mijn moeder later nog wel eens gevraagd van, had jij dan niet terug wilt? Want zij kwam uit Nederland, zij was hier opgegroeid. Haar familie woonde hier. Ze komt niet uit een hele grote familie. Ze heeft een halfzusje. Mijn moeder is ook overleden. Maar zij vond het eigenlijk wel prima. Ze vond het wel fijn in de tropen. En pas toen ze tegen de tijd dat ze al bijna op sterven lag, ze was op een gegeven moment ziek, toen zei ze, oh, ik wil eigenlijk in Nederland doodgaan. Toen zei ze, ja, maar mama, dat is nu echt wel te laat. Dat was echt heel kort voor de dood. Toen kwam dat pas weer. En al die jaren heeft ze het prima gevonden. Ja, dat vond ik ook wel gek. Echt 5 minuten voor 12. Zoiets, ja. Toen zeiden ze, ja, maar nu gaan we niet meer, nee, gaan we niet meer verhuizen. Nee, dat gaan we niet meer doen. En hoe heb jij die, want dat is dus 10 jaar ongeveer geweest dat jij op Curaçao hebt gewoond en naar school ging. Hoe was dat voor jou daar in die jaren? Ja, nou ja, het zijn natuurlijk wel de jaren waar ik de meeste jeugdherinneringen aan heb. Want Suriname was ik nog echt heel klein. Het was heel, heel fijn, heel, heel prettig om daar op te groeien. Want het is een heel kleine gemeenschap. Oh, nou, wat is het, 150.000, 160.000 mensen. Dus het is een soort dorp eigenlijk. Heel overzichtelijk. En dat had ook wel iets prettigs en iets beschermds. En het was ook wel een fijne omgeving om in op te groeien. Ik moest wel heel erg wennen in het begin, omdat wij kwamen uit Suriname en we waren echt wel buitenlanders op Curaçao. We spraken ook de taal niet, want op Curaçao wordt officieel Nederlands gesproken, maar de taal die, echt de sociale taal, de taal die onderling het meest wordt gesproken, is Papiaments. Dus dat moesten we echt allemaal ook nog leren. Dus ik heb de eerste jaren nog echt wel mijn best moeten doen om daar een beetje een soort mijn weg te zoeken en deel te worden daarvan. Van zo'n schoolgemeenschap toen ik klein was. En toen dat eenmaal gelukt was, vond ik het ook wel heel erg leuk. Ik heb een hele leuke middelbare schooltijd gehad, bijvoorbeeld. Heel overzichtelijk. Ja, dat was een katholieke school. Want Curaçao is een heel katholiek eiland. Alles is daar katholiek. Het hele openbare leven is katholiek. En wij waren helemaal niet katholiek van huis uit. Er is niet zoveel keuzes. Ik heb op een hele katholieke school gezeten. Het Maria Immaculata Lyceum. En we hadden ook les van een pater en zo. Dus het was wel grappig. Ook omdat we dat van huis uit helemaal niet waren. Maar ja, op zo'n school doe je dan uiteindelijk toch wel mee met alles. Mee naar de kerk en mee met alle vieringen. Ja. Dus ik heb daar wel een soort grappige verhouding, of een gekke verhouding tot het katholieke geloof aan overgehouden. Was het een goede school? Ik vond van wel. Kijk, het verschil met in Nederland, dat merkte ik toen ik hier kwam, en ik merk het nu mijn kinderen hier op school gaan, is dat je hier veel meer mogelijkheden hebt. Dat je hier veel meer vakken kan volgen. Veel meer. Want je had op Curaçao bestond bijvoorbeeld het hele begrip gymnasium niet. Dat had je niet. Je had überhaupt geen Grieks of Latijn. Ja, een VWO. En je kreeg wel gewoon alle basisvakken. Maar je had natuurlijk niet de luxe die je hier hebt. Dat je nog allerlei extra vakken kunt leren. Ik had heel graag gymnasium gedaan als het mogelijk was, maar dat was er gewoon niet. Dus je had dan, doe je gewoon wat extra wiskunde dan maar ter compensatie. Dus dat. Maar het was, ik had prima aansluiting op de universiteit hier. Want ik ben naar Nederland gekomen om te studeren na mijn VWO-diploma. En dat sloot perfect aan. Dus we waren wel goed. In die zin was het niveau goed, ja. Ja, het is het Nederlandse schoolsysteem wat ze daar hanteren. Ook om die aansluiting op de universiteit hier goed te hebben. Had je ook Nederlandse docenten? Veel, ja. Er kwamen veel docenten. Heel veel docenten kwamen uit Tilburg. Die kwamen via de katholieke lijn, zeg maar. Maar het was wel leuk, die docenten, dat waren vaak hele jonge, pas afgestudeerde docenten die dan een paar jaar tropenervaring gingen opdoen. Of dan hadden ze nog geen gezin en dan was het leuk. Dan gingen ze 3 jaar voor uitzending naar Curaçao of 5 jaar. En dan gingen ze daarna weer terug naar Nederland. Dus we hadden heel, heel veel hele jonge, leuke, avontuurlijke docenten. En is het op die school dat je ontdekte dat je kon schrijven? Ja, want ik ging daar gelijk bij de schoolkrant. Ik had al heel jong, hoor, toen ik klein was, ik zat nog op de lagere school, toen
zei ik altijd, ik wil schrijfster worden als ik groot ben. Op de basisschool? Op de basisschool had ik dat al. Ik schreef ook verhaaltjes thuis, gewoon zelf, ik had een schriftje. En ik maakte ook krantjes, huiskrantjes, gewoon met alles wat er gebeurd was bij ons of in de familie. En die maakte ik dan met de hand en dan maakte ik tekening bij. Ik kan helemaal niet tekenen hoor, maar dat verzon ik verhaaltjes. En dus dat is, ik was wel altijd daarmee bezig. En mijn vader had een patiënt, dat was op Curaçao een bekende dichter, Pierre Lauver. Hij is ook al heel lang geleden overleden. En die dichtte veel in het Popiëmens, maar ook wel Nederlandstalig. En toen heeft mijn vader een keer aan Pierre Lauver gevraagd van, goh, maar ik heb een dochtertje en die houdt van schrijven. Zou je het leuk vinden om eens een keer, mag ze eens een keer met je komen praten? Toen was ik echt 10 of zo. En toen had Pierre Lauver gezegd, ja, natuurlijk. En toen had hij meteen ook allemaal dingen zitten uittypen met hoe je een verhaal moet opbouwen en allerlei tips en hele verhalen. Ik heb hele colleges van die man gehad. Ja, dat was echt fantastisch. Ja. Ik heb dat nog ergens bewaard wel. Dat van die uitgetypte vellen, dat had hij echt op zijn typemachine gedaan. Dat is ontzettend lief. Met hoe je een verhaal moet opbouwen. Dat je midden in de actie kan beginnen of juist niet. En dat heb je allemaal op papier gezet. Nou, dat was zo leuk. En dat hij is overleden toen ik op de middelbare school zat, denk ik. Dus ik heb verder nooit meer contact met hem kunnen hebben over, kijk, ik ben echt schrijver geworden. Het is gelukt. Ja. Ook tegenwoordig als mensen mij dan schrijven van wat moet ik doen, dat ik dan ook denk, nou, ik moet daar gewoon de tijd voor nemen. Want ik ben dat nooit vergeten, dat Pierre Lauver dat voor mij toen ook heeft gedaan. Hoe belangrijk dat was. Ja, ja. En toen nam je dit misschien zelf ook wel serieus. Ik heb er ook nooit aan getwijfeld op de een of andere manier. Ik ging op de middelbare school bij de schoolkrant. We hadden het Mozaïek. En dat heb ik ook mijn hele middelbare schooltijd met heel veel overgave gedaan. En ik schreef die halve schoolkrant vol. Dus ik dacht ook altijd, dat kan gewoon. En ik ga heus wel een keer schrijven. En ik weet nog niet hoe, maar dat gaat vast een keer komen. Ja, en toen ging je naar... Toen deed je eindexamen en toen ging je naar Nederland. Ja. En toen ging je niet naar de school voor journalistiek, maar toen ging je naar economie. Ik ging economie studeren. Ja, nee, dat klopt. Ik had journalistiek bedacht en mijn vader zei, ja, dat ziet er wel heel anarchistisch uit allemaal. Dat gaan we niet doen. Doe maar iets nuttigers. En toen had ik maar een beetje ini, mini, mini, mona, dan maar deze. Doe maar economie. Het leek me wel nuttig of zo. En toen kwam ik in Nederland en ik heb het eerste jaar in Amsterdam gestudeerd. Ik ben op een gegeven moment geswitcht naar Rotterdam. Ik kwam dus in Amsterdam aan in 1986. En het was één grote bende. Dat was echt... ik vond het fascinerend, want ik kwam uit dat beetje dorpachtige Curaçao waar nooit wat gebeurt. En waar we een beetje wel van afstand zo allemaal onrust om ons heen... want de jaren 80 waren wel heel onrustig om ons heen in het Caribisch gebied. Maar Curaçao zelf was heel vredig. En toen kwam ik in dat grimmige Amsterdam. Ja, er was echt die krakersrellen gehad. En er hingen overal in de stad van die spandoeken dat die kraker die was overleden in de politiecel. Hans Kok. Politiemoord. En het was ook een bende, het was ook vies. Er was overal lager hondenpoep en die junks. Ik studeerde economie en de economiefaculteit van de UvA. Die was toen nog midden in de stad, vlakbij de Nieuwmarkt. Dus moest ik door de Damstraat lopen en dan een stukje. En dan Jodebreestraat en daar zat hij. Die faculteit is inmiddels afgebroken, maar daar had ik les. En dan was je echt, ging je eerst langs de metadonbus en langs de junks. En ik vond het wel heel spannend allemaal natuurlijk. En fascinerend. Niet intimiderend. Ik vond het... Had ook, natuurlijk best gekund. Ja, maar ik vond het ook wel heel boeiend. Ik ging ook heel veel door die stad lopen. En alsof je plotseling werd losgelaten in de grote wereld. Ja. Dus ik genoot er ook dit wel van. Dit is het echte leven, dacht je? Bijna wel, ja. 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 En wat waren je ambities als economiestudent? Toen ik begon, ik had dus eigenlijk maar half een idee waar ik aan begon, überhaupt. Maar wat ik al heel snel ontdekte tijdens mijn studie, is dat het wel echt ergens over gaat, economie. En dat je daarmee wel kan verklaren waarom de wereld is zoals hij is. En waarom en dat het handig is om heel veel van economie te weten, omdat je dan snapt hoe het geld verdeeld wordt en waarom er oneerlijkheid is in de wereld. Want daar maakte ik me zorgen over. En ik dacht, nou ja, economie is wel... Eigenlijk heb ik een hele goede studie gekozen. Fantastische basis. Dan kan je het systeem verklaren.
En ik heb wel altijd tijdens mijn studie het idee gehad van... Ik vind het allemaal heel nuttig en heel goed om het systeem te leren verklaren. Maar ik wil niet een soort beleidseconoom worden ergens op een ministerie. Want dat was wel een soort schrikbeeld. Dus ik ben toen op een gegeven moment ontwikkelingseconomie gaan studeren. Ik ben naar Rotterdam geswitcht en daar kon je ontwikkelingseconomie van ontwikkelingslanden. En toen had ik nog een idee van, nou ja, anders ga ik naar een ontwikkelingsland en daar iets nuttigs doen, of me nuttig maken. Maar ik had wel heel erg in mijn achterhoofd, ja, dat schrijven. Ik wil toch ook wel heel erg graag iets met dat schrijven. En dat was wel heel erg op de achtergrond geruimd. Dat bleef gewoon, ja. Ja, ja. Ja. En had je voorbeelden toen al? Die mensen die je in de gaten hield, die je dacht, die vind ik goed. Of dat zou ik ook wel willen. Wat ik wil schrijven. Nee, je kreeg op een gegeven moment een Neil Ramdas. Die ging toen schrijven voor De Groene onder meer. En dat waren fantastische stukken. En toen dacht ik, oh kijk, het kan, dat kan. Gewoon. Dat kan ook. Dus dat was wel een voorbeeld. Dat was wel echt degene waar ik dan altijd op zoek ging na zijn stukken. En je had Stefan Sanders, die schreef ook in diezelfde tijd. Dat waren wel echt mensen die ik ook wel las met een soort bewondering of een soort verlangen. Van, oh, dit, als je dit kan, wow. Het kan dus gewoon, ja. 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 En... denk je dat het feit dat je uit Curaçao kwam, dat ook je beeld enigszins heeft bepaald in die journalistiek? Dat je dus met een soort andere blik naar Amsterdam keek dan een economiestudent uit Amstelveen? Ik denk het wel. Ook omdat ik wel zag, hè, tussen al die chaos en die viezigheid, dat je toen al enorme overvloed had in Nederland. Je had zoveel keuzes, zoveel immateriële keuzes. Dus wat je wil doen met je leven en wat allemaal kan. Maar ook materieel, wat allemaal aan spullen is. En wat je allemaal wel niet kan kopen. Dat was op Curaçao natuurlijk allemaal veel bescheidener. Dus je zag wel het verschil tussen een niet zo heel rijk land en een heel rijk land. Wat zich ook heel erg aan het ontwikkelen was. Met name in de jaren 90. Zodat geld, iedereen plotseling ontzettend veel geld ging verdienen. Mensen van gekkerheid niet wisten wat ze ermee moesten doen. En zo. En dat wat ik daar wel aan heb overgehouden is dat je... Ik denk dat ik misschien iets beter kan relativeren dan iemand die hier altijd is opgegroeid. Ik denk van, ja, dat is... Niet vanzelfsprekend. Precies. Ja. En soms is het hier ook wat minder. Maar ik denk, het is nog altijd heel veel beter dan op andere plekken. Ja. Dus dat je dat... Tot op de dag van vandaag misschien wel doorwerkt. Ja. 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 Ja, dus dat had ik bijvoorbeeld het afgelopen jaar wel heel erg met die coronacrisis. Er is natuurlijk veel niet goed gegaan, er is absoluut veel over te klagen. Maar er zijn landen waar het vaccin nog lang niet eens in zicht is, weet je. Dus we moeten dingen ook wel een beetje in context blijven zien. Daar schreef je deze week natuurlijk ook weer over. Ja. Ja, het is een mooie brug naar het heden, naar nu. Waarin we bijna de verschijning van het dagboek van een krankzinnig jaar gaan meemaken. Het is er bijna. En inmiddels ben je natuurlijk al jaren een van de meest toonaangevende columnisten van Nederland. Nou, en ik lees je al jaren met grote instemming en plezier. En vorig jaar trok ik de stoute schoenen aan en stuurde je een bewonderend mailtje. Met de vraag of je eens zou willen komen praten op de uitgeverij. En tot mijn vreugde wilde je dat. En toen raakten we in gesprek over een boek. Een ander boek dan dit boek. Maar toen brak corona uit. Ja. En in maart. En toen werd alles anders. Was ook aanleiding natuurlijk voor ons om jou te vragen om iets te doen wat we eigenlijk niet zo vaak doen. Een bundeling van de columns. Omdat we het gevoel hadden dat...
de uitzonderlijkheid van deze tijd vroeg om een vastlegging, om heet van de naald. Ja. Met de distantie en de betrokkenheid die jouw pen zo eigen is. En ik hoopte dus dat dat zou kunnen dienen als een soort collectief dagboek. Dat ons allemaal de mogelijkheid geeft om terug te lezen wat er in vredesnaam allemaal is gebeurd in dit nu al historische jaar. Om erop te kunnen reflecteren. En wellicht ook deze gebeurtenis enigszins te kunnen verwerken. Ja. En nu dacht ik dat het misschien aardig is om even voor het gevoel en de toon dat je een klein stukje voorleest uit een column van 18 maart. Ja. Dus vlak na de eerste lockdown die volgens mij op 13 maart werd afgekondigd, aangekondigd. Zou je dat willen doen? Ja, natuurlijk. Ja, het is inderdaad de dag dat we plotseling allemaal thuis zaten. Lang leven dit waanzinnig georganiseerde land met zijn fabelachtige digitale netwerk dat zelfs amper hapert bij een piekbelasting, veroorzaakt door een plotselinge thuiswerkratio van circa 100% bij ons in de wijk. Een ratio die de druk op de intensive care afdeling in de ziekenhuizen ver overschrijdt. Met zijn docenten die niet omver te kegelen zijn. Ook niet als ze gek worden gemaild door verwarde ouders. Ook niet als ze worden onderbetaald en overvraagd. Met zijn verpleegkundigen en artsen die er gewoon een tandje bovenop doen. En die verlegen het zorgapplaus in ontvangst nemen. Zelfs als ze weten dat ze na het werk tussen lege schappen in de Albert Heijn zullen staan. Omdat datzelfde klapvolk de supermarkt weer eens heeft leeggehamsterd. Met zijn Diederik Gom. Hoogleraar in de intensive care in Rotterdam en met stip op één mijn favoriete stem der reden. We zijn in control. In deze opmerkelijke tijden waarin de overbuurman, de penningmeester van de voetbal, de schoonmaker op het werk en dienstminnares allemaal blijken te hebben doorgeleerd voor viroloog, epidemioloog, statisticus. Met zijn ministers van beton die kalm doorwerken, voorzichtig tastend op onbekend terrein, laverend tussen volkshistorie en verstand, hobbelend van nieuw inzicht naar nog nieuwer inzicht. En als er een keer eentje van vermoeidheid omvalt, laat hij vanuit zijn bedkalmpjes weten, morgen weer aan de slag. Met zijn premier die zich zo goed en zo kwaad als het gaat er doorheen hapert. Zich niet omver laat blazen door de angstzaaiers en de grenzen dichtkrijzers. En ons in elk geval verschoont van Trumpiaanse walgelijkheden. Het Chinese virus. En van de tenenkrommende onzin waarmee zijn Britse collega het Britse volk teistert. We will beat it. Lang leven ons. Hoe lees je dit nu, Shaila? Ja, nou, er komt wel weer dat gevoel terug van toen. Ik weet nog heel goed hoe dat was. Dat je, dat we wisten, hadden eigenlijk geen idee wat ons was overkomen. Want het was ook in het begin, zei ja, er is iets in China. Nou, dat zal wel deze kant niet opkomen. Nou ja, en als het deze kant opkomt, dan zal het niet zo erg zijn. Nou ja, en als het al niet al, als het al een paar mensen geïnfecteerd raken, nou, dan hebben we dat wel heel snel. Dus het was eigenlijk. Zo lang een beetje wegwuiverig hadden we daarover gedaan. Dat op het moment dat er dan eenmaal bekend was van ja, maar er zijn hier echt heel veel besmettingen. Het gaat echt heel hard en we gaan nu gewoon allemaal in één klap thuis zitten. Dat was ook een soort ongeloof van hè? Doen ze dit ons aan? Moeten dicht? Hoezo mogen we de straat niet meer op? Wat gebeurt hier? En dat dan toch in een dagtijd of zo. Het alles weer gewoon werkte. De school was een halve dag van slag. En toen hadden ze een systeempje bedacht. Van nou, dan gaan we online. En iedereen krijgt nog een uur de tijd om zijn spullen te komen halen. En dan gaan we gewoon via het internet. En dat zo iedereen zo dat eigenlijk binnen een halve dag had bedacht. Oh ja, dan lossen we dat op deze manier op. En alles bleef het ook gewoon doen. Ik dacht, nou, internet gaat crashen. Want we zaten plotseling met het hele gezin vol op online met de hele buurt. En dat bleef het gewoon doen. En ja, ongelooflijk. Ja, doet het gewoon. Ja, ja. Ik zeg maar dat gevoel, als ik het weer lees, denk ik, ja, zo was het wel. Ja. Ondertussen is er natuurlijk weer heel veel daarna gebeurd. Zeker. Maar dit was inderdaad het eerste gevoel, ja. Ja. En Mark Rutte, over wie je ook eerder een boek schreef, ja. Is natuurlijk een van de hoofdpersonen van Dagboek van een Krankzinnige.
krankzinnig jaar. Ja, een beetje. En op 20 maart schrijf je, dus 2 dagen na deze column, schrijf je waarderend over hem. Een premier die niet van in marmer gegoten opvattingen uitgaat. Een premier die blijft benadrukken dat hij niet de wijsheid in pacht heeft. Een premier wiens ego niet gebutst kan worden wanneer hij op eerder genomen ideeën of beslissingen moet terugkomen. Daarmee komen we in een crisis een heel eind. Je zal het in zo'n tijd maar moeten stellen met de absolute, onbetwistbare, onwrikbare, zogenaamde zekerheden waarmee de rattenvangers in de politiek hun achterban proberen te begoochelen. Op een andere pagina schrijf je niet helemaal vlijend: Mark Rutte is de Houdini van de Nederlandse politiek. En dus ook nu de vraag, hoe kijk je na een jaar, bijna een jaar, 10 maanden eigenlijk terug op Rutte's beleid in dit jaar van corona? Ik denk dat hij de perfecte man was om ons wel in zo'n crisis te begeleiden, zeg maar. Omdat hij die enorme flexibiliteit heeft en zich heel erg... En niet, hij heeft niet dat hij... à la Trump of zo zelf bedenkt van volgens mij zit het zo, of volgens mij bestaat dat virus niet, of volgens mij moeten we dit en dat. Maar dat hij zich laat adviseren en dan vervolgens maar doet wat ongeveer de consensus is. Dus ik denk dat dat heel goed is geweest. En wat Rutte heeft, Rutte's politiek heel slim, die begon op een gegeven moment in te zien van dit gaat nog heel lang duren. Misschien moet ik de verantwoordelijkheden een beetje van me af gaan schuiven, zodat het niet te veel aan mij blijft kleven. Hugo. Precies, want het gaat van alles natuurlijk. Het gaat natuurlijk zo op en down en er gaan ook dingen mis. En er zijn ook natuurlijk allerlei verkeerde inschattingen. Dus op een gegeven moment gaat dit aan mij kleven. En toen inderdaad begon hij alles op die arme Hugo af te schuiven. En bij alles, het ging ook echt opvallen. Dat deed hij echt vanaf de zomer. Toen was het, Hugo is de coronaminister. Nee, dat moet je aan Hugo vragen. Nee, daar gaat Hugo over. Dus alles wat bleek op een gegeven moment dat de verpleeghuizen echt schromelijk waren, verwaarloosd. Mensen zijn doodgegaan zonder bescherming. Dat er echt alle aandacht was op die IC's. Nee, dat was Hugo. Hugo. En dat bedoel ik ook met die Houdini. Hij weet dan altijd, hij heeft een neus voor... nu wordt het politiek vervelend. Nu moet ik even zorgen dat ik even een stapje opzij doe. Even uit beeld ben. En dan gooi je me alles maar op Hugo. Ja. En dat is een truc die al 10 jaar werkt bij hem. Maar ik vraag me af of het blijft werken. Want ik vraag me af of mensen die nu zo... murgenslagen zijn en het zo zat zijn, dat ze inmiddels ook denken, ja zeg, kom op, het is niet alleen Hugo. Ja. Ja, nee. En hoe, wat om maar even een voorspelling aan je te vragen, wat denk je dan dat dat voor invloed gaat hebben op de verkiezingen in maart? Ik weet het niet. Als je kijkt naar de peilingen, wordt hij nog steeds heel erg gewaardeerd. Echt, de VVD is heel veel zetels en ik denk ook in dat ook niet meer in te halen is. Dat ze wel weer gaan winnen. Wat hoop je? Toch, dat we toch een andere richting in kunnen slaan. Ik hoop, en dat heeft niet per se met de coronacrisis te maken, maar met veel meer. Ik hoop wel op een wat linkser kabinet. Ik vind het wel mooi geweest met... Wat zie je als de grote thema's voor de verkiezingen? Los van de coronabestrijding en alles wat daarmee samenhangt... denk ik toch echt ook... er is ook wel een systeem ingericht in Nederland. Niet per se in de afgelopen 10 jaar onder Rutte, maar nog langer. Misschien wel in de afgelopen 20 jaar. Waarin de sociale zekerheid heel erg is versoberd. Waarin er heel veel verplichtingen zijn gekomen. Waarin mensen die aan de onderkant zich aan de onderkant begeven... dus die... of in hele kleine baantjes zitten, of in de bijstand... Of op een andere manier heel erg afhankelijk zijn van de overheid... dat die heel erg zijn klein gemaakt... en met heel veel verplichtingen zijn omhangen... en heel snel zijn gecriminaliseerd. We hebben die affaire gehad met de kinderopvangtoeslag. Dat waren gewoon werkende ouders. Maar die zijn ook echt heel gecriminaliseerd voor het maken van kleine foutjes... of niet eens kleine foutjes. En dat systeem van een soort wantrouwen... en je succes moet je maar zelf organiseren... ik zou het heel fijn vinden als we daar vanaf zouden kunnen. En dat zal niet 1, 2, 3 lukken. Maar daarvoor heb je wel een andere politieke leiding nodig... dan we nu hebben. Ja, denk je dat dat een thema wordt in de verkiezingen? Ik
denk het wel, omdat je ziet het nu wel steeds meer opduiken. Dat hele systeem van het uitkleden van de sociale zekerheid en alle wantrouwen die daar omheen hangt. Dat bestaat al heel lang, maar er komen nu al die allerlei excessen uit voort die nu openbaar worden. Die meer ook al zo herkend worden. Ja, en dat geldt bijvoorbeeld voor die toeslagenaffaire, waarbij heel veel strengheid was in de uitvoering en ook wel echt vermoedelijk ook etnisch geprofileerd is. Gekeken is van, hey, dit zijn mensen met een buitenlandse achternaam, die gaan we gewoon meteen maar op voorhand verdacht verklaren. Dat komt nu naar buiten. Dat is echt een grote affaire en dat gaat ook niet zomaar weg. Ja. Je ziet het nu dat er nu plotseling verontwaardiging is over mensen in de bijstand die heel veel dingen niet mogen. Dat als je moeder boodschappen voor je doet, dat je dat niet mag. Dat is al heel lang zo. Maar nu is daar plotseling een soort bredere verontwaardiging over. Dus ik denk dat er nu wel een moment is. Ja, zichtbaar geworden. Ja, ik denk het wel. En er is nu wel veel meer aandacht voor. En ik merk ook bredere verontwaardiging. Ook mensen die zeggen, ja, maar dat wist ik niet. En dan zeg ik, ja, maar dit is al 10 jaar zo of al 15 jaar zo. Ja, maar goed, ik lees er nu voor het eerst over. Denk ik, oké, dus het heeft toch zin om er dan gewoon nog een keer over te schrijven. Ja, nou ja, en ook mensen die misschien altijd uitgingen van zekerheden, nu zelf ook ondervinden hoe het is om als die wegvallen. Ja, ook omdat natuurlijk veel mensen hun baan aan het kwijtraken zijn of vrezen dat die niet meer terugkeert. Gaan ze zich er ook meer in verdiepen. Dat ze ook denken, oh, dat had ook mijn lot kunnen zijn. Ja. In hoeverre, je hebt 2 dochters, opgroeiende dochters. In wat voor wereld, het is een grote vraag, maar in wat voor wereld hoop je dat zij volwassen worden? In hoeverre denk je ook dat die wereld zal verschillen van de wereld waarin jij bent opgegroeid? Ja. En waar hoop je op en wat leer je ze daarin? Wat ik heel leuk vind, mijn oudste is dus 14, bijna 15 inmiddels. En die is heel bewust. Hè? Die is met klimaat en Black Lives Matter. Ze is heel erg geïnteresseerd in gender. Dus al die LHBTI, ze zit ook in zo'n clubje op school om daar aandacht voor te vragen. Dus ze is daar heel erg mee bezig. En dus ik heb ook wel hoop en vertrouwen als ik kijk naar haar generatie. Want die zijn allemaal een beetje zo, al hun vriendinnetjes ook, heel bewust. En ze zijn zich er heel erg van bewust dat er bijvoorbeeld klimaatverandering aankomt. En voor hun generatie zal betekenen dat ze nog veel meer aan de bak moeten. Omdat onze generatie natuurlijk van alles heeft laten liggen en verkeerd heeft gedaan. En daar zijn ze nu al mee bezig. Dus ik ben ook wel hoopvol. Er is heel veel werk aan de winkel, maar ik ben ook wel hoopvol dat het een hele flexibele en bewuste en sterke generatie is die, ik hoop het beter gaat doen dan wij. En ik denk het ook wel echt. Ja, en wat hoop je voor jezelf? hoe zie je het? Want je bent nu begin 50, een belangrijke leeftijd. Ook een soort, kruispunt in het bestaan. Waarop je al heel veel hebt gedaan en al heel veel hebt bereikt. Maar ook nog heel veel tijd voor je hebt liggen waarin je nog van alles kunt doen. Ja. Ja, het is een soort eeuwige twijfel hoe lang ik die column nog kan blijven doen zonder dat de lezers zeggen, daar heb je haar weer. Ik ben heel erg beducht voor dat moment. En ik vraag me bij elke column af, is dit nog relevant voor mijn lezers? Verras ik ze nog? Geef ik ze nog iets nieuws? Of ben ik mezelf aan het herhalen? Ik ben ontzettend bang om in een herhaling te vallen. En dat soort eeuwige worsteling van hoe lang blijft het nog fris? En ik doe het ook al best lang. Ik doe het al 10 jaar. En zolang de lezers zeggen, nou, mevrouw Zittelsing, we lezen u graag en blijf het vooral doen, dan blijf ik het doen. Maar zodra ik het idee krijg van Door deze lezer zal je daar heel erg in stimuleren. Oh, okay. Maar deze lezer wil ook nog graag een stukje voorlezen uit het voorwoord van je dagboek van een krankzinnig jaar. Ja.
Daarin schrijf je: 2020 was een mooi jaar voor mensen zoals ik. Mensen die het plezierig vinden om te trappelen in drijfzand en er graag als schrijvende achterkomen dat ze niet meer weten wat waar is. En aan het slot schrijf je: dit is wat de columnist te bieden heeft. Flarden van de vermoedelijke waarheid. En troost misschien. En ik denk, als jouw lezer en als je uitgever, dat je het woord columnist hier ook heel goed kunt vervangen door schrijver. En dat is namelijk ook wat een schrijver te bieden heeft. Flarden van de vermoedelijke waarheid en misschien troost. Ja. Dus nou, ik hoop eigenlijk bij deze, en zou je ook erg willen stimuleren om je schrijverschap in de komende 10 jaar verder te ontwikkelen. Ja, ik denk wel eens, ik droomde wel eens van, als ik van die deadlines af zou zijn, nou, dan zou ik een groot verhaal kunnen maken. En dat is zeg maar de eeuwige spagaat waar ik eigenlijk in zit. Ik wil van die deadlines af om een groot verhaal te maken, maar ik ben ook heel erg verslaafd aan die stukjes en aan die deadlines. En dat ik, om daar een balans in te zoeken, ik hoop dat ik dat evenwicht ga vinden. Ja, nou, wij met jou. Oké. Dankjewel, Shaila. Ja, jij bedankt. Voor het gesprek. Ja. Dagboek van een krankzinnig jaar ligt nu in de winkels. De boekhandel heeft uw steun hard nodig. Koop daarom als het kan lokaal, ook online. Wilt u meer weten over Shaila Sietalsing, haar boeken of deze podcast? Kijk dan op debezigebij.nl en in de show notes. Tot de volgende!